Yo, kijkers van IMT. De vorige episode hebben we weer leuke dingen gedaan. Hebben een paar meiden weggebracht en een paar gangsters opgeblazen of wat het ook waren. En nu gaan we door naar Jake. Ik weet niet precies wie dat was. In ieder geval Luigi. Als we Jake klaar hebben, kunnen we volgens mij een ander gedeelte of toe? Kunnen we volgens mij het water over? Ik weet het toch niet zeker. Ik ken deze hele map nog steeds niet helemaal uit mijn hoofd, dus vandaar. Mij gaat dat via de metro, dacht ik. Wow, dit ging maar net goed. Maar wel perfect. Dit is de verkeerde plek waar ik eigenlijk wilde zijn. Maar dat maakt niet uit, doe ik toch maar zo. Hier, ik heb vorige episode allemaal meiden naartoe gebracht. Doe een barrel roll. Het is ook wel $19.000. Dat is best wel veel geld, jongen. Holy shit, dat wil ik op mijn bankrekening hebben. Oh, dat was schieten. Ik hoor je even wel een telefoon, maar hoe kan ik die eigenlijk oppakken? Dat weet ik trouwens niet. Chunky Lee Chung is pushing Spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Oh, Chinatown. Gaan we eerst naar de ammunition, wat wapens te kopen. Even zitten even een ander busje jatten. Waar nog free wifi op kunnen zetten. Mooie auto dit. Daar doen we het voor. Oké, op naar het noorden. Zullen we zo'n automatische machinegeweer kan. Oh, 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 oh. Oh, vier wielen rijden is wel moeilijk zat. Daar staan twee. Want de klep kan niet meer dicht. Keep your eyes on the road. Dat doe ik toch ook, maar als jij ervoor springt kan dat niet. Oh, wacht, voor die money. Dank u. Even naar binnen. Joey told me to tool you up. So go around the back of the shop. I left you a 9 in the yard. Nee, dus is niks meer. Hé, hey, waar is mijn auto dan? Was ik maar een garbage can? Wie weet kan ik die nog wel snel pakken. Laat ik die maar niet jatten. Dit is op zich best wel een heel slecht plan. Politie, donder even een klein beetje op. Oh ja, de politie doet nog net. Jongens, we gaan eerst ontsnappen aan de politie. Ik haat politie in deze game. Maar het scheelt wel, ze zijn niet heel erg slim. De kleinste sluipweg is best wel kwijt. Dus dat is wel een heel mooi voordeel. In principe niet heel veel voor te doen. Gezellig hier. Nee, fuck. Gebeurt het weer? Gewoon. Nee, niet again. Come on. Wanneer wordt deze game nog een keer goed gefixt? Dit gaat me nog zoveel levens kosten. Dus hij gaat ook even opdonderd. Nee, ik wil geen OBS afsluiten.
so freaking annoying. Again. Ik ga deze opname denk ik eerst eventjes een goede manier vinden hoe ik dit kan oplossen. Kijk, alweer. Gewoon niet eens moeite om mis te klikken. Ik dat al niet eens doe. En het gaat gewoon om mis. Ik heb een idee, ik ga gewoon van de weg proberen af te tikken. Het is natuurlijk niet makkelijk met de politie achter me aan. Maar hey, we gaan het gewoon proberen. Oh my god, echt die politie. Bokken eind op, gaat tonus lopen vreten ofzo, dat jullie zo goed niet zijn. Of doe iets nuttigs. Gaat er eens achter echte boeven aan die een winkel overvallen. Ik ruim alleen maar weer iemand op die alleen maar voor meer last zorgt. Dus doe wat nuttigs. Ga ambulance broeder worden of iets. Maar ga nou niet mij lastig lopen vallen. Donder op politie. Wat zei ik nou? Donder op. Leave me alone. Wat is er zo moeilijk om aan te begrijpen? En die andere gast ook niet zitten, die dood. Ben ik sowieso zo meteen wel. Ik ben dood. Alleen door die scheidpolitie en die glitch elke keer uit mijn window kan. En dat is echt zo annoying. Dus kan ik wel opnieuw ammo kopen en alles. Van nou, ik dus wel een en ander. Ammo kopen. Even de andere kant op. Maar ik ga eerst de missie even zo starten. Ik ben politie, ik heb toestemming daarvoor dat ik het mag. Even een autootje draaien. Hier is mooi. Prachtig. De cutscene hebben we net al gezien. Die hoef ik niet nog een keer te zien. Hey, iemand heeft de sproeier aangezet. Hey baby, check your girlfriend. Wat? Vind je deze dat ik toch goed gekomen? Ja. Maar eerst dan wat wapens kopen. Met een politieauto die gestolen is. Handig. Dit valt ook echt niet op. Dat nu een... Dat wel iets wat leuk is. Ja, nee, dat had ik wel in de gaten. Want ik moest gewoon even uit de kant jagen. Maar dan schiet het helemaal niet goed. Oké, op zoek naar, hoe heet dat? Die andere gast. Oh, is het lower wanted level? Dat had ik de vorige keer wel prima kunnen gebruiken eigenlijk. Oké, daar gaan we weer. Andere kant van het beeldscherm op. Oh ja, nou komt die cutscene pas. Dus mijn muis even helemaal naar rechts toe. Nee, rennen nu. Zeg toch rennen. Oh, daar hebben we het weer.
Are you certain you wish to want action exit? Game. En daardoor ben ik dus weer dood. What the fuck? Snap je nu hoe annoying dit is voor mij? Door dus elke keer dood ga? Alleen maar door dat? Om echt mijn muis maar een millimeter naar links te bewegen, ik ben gewoon dood eigenlijk. Het is gewoon de tweede keer deze episode. Hoe gaat het met mijn moeilijkere missies? Een mooi autootje daar. Laat ik die auto maar weer pakken. Ik wil hoe dan ook deze missie eigenlijk halen. Deze episode, wat er ook gebeurt. Kijk, het lijkt dus één keer rond en zo op een andere beeldscherm weer. Wat ik ook kan proberen voor een episode, is gewoon net met mijn tweede beeldscherm af te koppelen. Zo'n heel drastisch maatregel. Ik kan het nu wel zo proberen. Dat zie je zo meteen terug. Ondertussen heb ik mijn andere beeldscherm uitgedonderd. Eens kijken hoe goed het nu gaat. Voor poging nummer 3, maar liefst. En ik moet nog langs de emanation wapens halen. Dan wordt het weer niks. Oud opaatje, ik heb je toch niet meer nodig. Kost alleen maar geld. Oh my god, ik heb mijn auto ook nog te roken. Dat is een mooie taxicentrale. Een mooi taxietje jatten, denk ik. Taxi! Zo, die voice crack, jezus. Kabie. Afnokken, voor shortcut. Joppa. Oké, heuveltje over en dan is het hier af. De emulation. En dan moet het hier zijn. Red Light District. Nee, het is donker. Het is een donker Light District. What the nuke is going on? At once. Gast, red er niet door. Ik wil ook weg hier, want er wordt geschoten. I kill your ex. Nou, veel plezier. Ik mocht het toch niet, dus killde maar. Oké, dat is wel een beetje heel erg cru. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Ja, dat kan ik het best niet donderen. Donder mijn auto hier neer. En dan. Kijk, een cutscene. Kijk, het liefst niet hoeft te zien. Zo, het duurde wel heel lang voor de reactie die ik erop kreeg. Lastig is om iemand te raken. Dat is met een truck. Get out the vehicle. Now. Kan ik wel lekker hard mee rammen. Dat is wel heel handig. Ik niet zomaar van de weg af te krijgen. Best wel handig dit. Alleen onze auto eigenlijk te raken, dan krijgt hij al damage. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Maar als ik als op deze auto eens een keer ergens kan ontploffen. Zijn auto ontploft, dan ben ik blij. Werk er ook vanaf. Ja, hij rijdt er serieus weer zo. Blokje om. Hoop hem zo kwijt te kunnen raken. Nope. Dat gaat hem niet lukken. Wacht, ik kan natuurlijk niet schieten vanuit auto's.
killed. Ja, crasht hij? Nee, uiteraard niet. Kom dan. Hij moet even gaan roken, die auto. Ja, rook doet hij trouwens al. Kom, doet dat. Goed zo. Even staan 7. We zeggen, laat een like achter, kun je niet abonneren en tot de volgende keer. Doeg.